zijn nog steeds aan de Van Buren. Het is hier fucking druk. En ik denk dat het een goed idee is om hier heel even bij onszelf te gaan kijken hoe het ondertussen bij ons is. Auw! We gaan wel wat gesponsord door de Cool Camp. My niggas. Throw your hands in the air. Hoeveel pandapunten heb jij? Ik denk niet zoveel. Ik ben gewoon de enige loser hier. Op een gamebus. Daarom ben ik vandaag hier in het bos om even terug te keren tot de natuur. Ik vind het superleuk, maar ik vind het ook best wel eng. We hebben lampissues op het moment. Gelukkig zitten we niet in het donker bos. Huil je niet bij Bambi? Damn. We made it, mother. Wat spraak je dan? Zeg je? Stick stopt de selfie stok. Stick. My question to you is, what do you think of the selfie stick? What do I think of? De selfie stick. Willen jullie laten foto met ouwe? Ja, vreemd. De selfie stick. We staan hier al de hele avond. Ik heb een zonnebril opgezet in de hoop dat mensen me niet herkennen. Ja, ik snap dat, maar het trotje geeft je wel een beetje weg. Montage nu met Happy eronder. Komt ie. Ja, ik wil heel graag meedansen. Oké, mensen, we staan hier naast Bogie. Hi Bogie. Hoi mensen. Bogie gaat mij hoeveel euro betalen? 5 euro. En Bogie, wat moet ik daarvoor doen? Rondje zonder broek aan lopen, ja. Eerlijk waar, wat ik allemaal voor campus in beeld doe, jullie betalen me veel te weinig. Ja, bedankt. Jullie een hele fijne dag. Zo. Nou, dat was serieus. 7 euro, weet je. Ik heb wel eens kortere broeken aan, gewoon random. Dus dit is het plan. Wat we gaan doen is dadelijk eerst de 18 euro aan Keta geven. Maar we moeten de PlayStation moeten we even mee wachten. We moeten gewoon doen alsof we 18 euro hebben bij elkaar gehaald. Ja? Het vetste zou zijn als we gewoon lopen en dat we nog vlak voor hun neus nog even keiveel money maken met iets doen. Nageslag voor een euro, tuurlijk, meteen. Net als je denkt dat het niet beter meer kan. Ja, ze heeft me gewoon rood gegeven. Het leven van een presentator gaat gewoon niet over rozen. Die chick zit naar mijn billen te kijken, hè? Vet. Hey, dit zijn gewoon hippies op een strand, man. Moet ik dit echt... Hey, eentje heeft een gitaar, fuck it, dit ga ik niet doen. Het is vandaag Valentijnsdag. En wat is nou mooier dan Valentijnsdag? Helemaal toen niet. Aan de weg! Serieus! Mag ik jou wat vragen? Waarom heb je geen shirt aan? Meisje, luister. Oh, shut up. In deel. Dit is liefde voor 3,99 per roos. Waarom heb je geen shirt aan? Jongen, waarom heb je geen shirt aan? Maar waarom ben je hier en niet op het grote campus en beeldfeest? Lekker kerel! Dankjewel. Maar jij bent... Wat zijn we joh? Ja. Het is jouw programma. Dat jij genomineerd bent voor het beste mentorkindje van 2013. Oké, ja. Wat vind je daarvan? Dat vind ik best wel een eer. Hoe voel je je daarvan? Ja, top. Is wel een ding. Ja, is niet zomaar iets. Ja, is wel groot. Het is alsof een van de lullig studentenprogramma's net verzonnen heeft. Maar waarom heb je dan geen shirt aan? Ja, weet ik niet. Iedereen deed me uit. Iedereen heeft een shirt aan. Ja, dankjewel Jack. Suavemente, besame. Con que nos digo labios, besando yo otra vez. Slow of bij Apoliotis? Bij Apoliotis zit ik. Ja, dat dacht ik al. Volgens mij ben ik een Tindermatch. Ben jij een Tindermatch van mij? Ik weet niet zeker. Maar waar herken je dat dan aan, een echte Apoliotis? Ah, de studievereniging, hè. Een soort student dat je bent. En ik wil die redding doen, maar ja, iedereen van Slow ken ik, dus ja. Ik vind het wel spannend. Wat dan? Ja! Vraag me niet, zeg me niet. Sla je armen om me. Ja. Oh.
En nu die lampbuik. Dit was Raar met je haar. Ik was Erik. Dit was Sven. Tot volgende week. Doei. Thank you.